want er gebeuren rare dingen. Dat kan toch zo niet, een Guus, wat is er aan de hand? Guus zit te waard, is een week of wat geleden, toen het terugkwam met de trekken naar het hooien van het land. Met een behoorlijk flinke vaart tegen de koeienstal gereden, zie trekken totaal los en zie kop in het verband. Nu kan een boer niet zonder trekken, dus een nieuwe moest er komen. De schoenendoos werden bekeerd, het kapitaal geteld. En op zaterdag heeft Guus de bus naar Rotterdam genomen. Met in zijn binnenzak had Guus een flinke boerentiet met geld. Guus zit te waar, hij zich nooit in de stad begeven. Ik ken alleen het dorpenland, de oude boerderij. Ze hebt de vroeger gezegd, als woorden wilde wie we leven. Die veuren stuven naar boven, God, voor de vrije ree. Dan kreeg je grote pusten van al die wieven uit de steden. Leven door in zonde en die gaat nooit naar de kar. Alleen nog grote feesten, orgies en excessen deden. Jo, de duvel in de steden heeft dan flink wat overwar. Ik kocht geen grote trekker, maar een snelle Amerikaan. Door skeurten met naar Rotterdam om flink door deur te zakken. Met alleen de wilde wieven, maar zie koeien uit te staan. Het hele dorp lag schande over Utewaard en zijn manieren. Pastoor zegt nou die Utewaard, die komt vast in de hel. Maar Guus vergat zijn boerderijen, land en al zijn dieren. Spendeerde heel zijn schoenendoos aan het wilde wievenspel. En dan komt hij weer, gaat hij. Guus, kom naar Guus, want de koeien staan te springen.